ook niet. Maar ik vind sommige dingen wel belangrijk, hoor. Bijvoorbeeld tot slaafgemaakte, dat vind ik wel echt iets wat we moeten omvormen. En wit ben ik het ook echt wel mee eens. Want het zijn gewoon, dat kwetst gewoon heel veel mensen. En maar in slaaf zit toch... Het... Want ik vind... Dat vind ik zo inherent. Ja, want slaaf is toch al iemand die... Dat weten we toch? Dat is toch iemand die dat niet voor zijn plezier doet? Nee, zeker. Maar ik denk niet dat je niet genoeg kan benadrukken... dat het tot slaafgemaakte zijn. Want daarin zit natuurlijk wel dat het verleden... Dat zij tot slaaf gemaakt zijn en ze zijn niet slaaf. Dat het onder dwang is gebeurd. Ja, het is onder dwang gebeurd. Niet heel vrijwillig, denk ik. Dat was niet vrijwillig. Maar dat zit toch in wel. Ik vind het heel mooi eigenlijk. Niet voldoende, dus het is goed dat duidelijk wordt... Met een aantal, denk ik, nou ja. En veel mensen voelen dan ook dat ze denken... waarom mag ik dan geen blank meer zeggen? Hè? Wat is dan de gedachte achter dat we vanaf nu het liefst wit gebruiken? Kan je dat uitleggen? Nou, ik heb ooit, ik heb het niet ergens gelezen... ik heb daar toen een stuk over gelezen, want ik ben natuurlijk journalist. Dus op een gegeven moment ga je natuurlijk ook inlezen... van hoe moeten we dat dan gaan benoemen? En dat gewoon meer gelijkwaardig aan elkaar is. Hè? Dus blank, daar zit een soort context aan dat het verheven is. Hè? Dus het blanke ras, onbevlekt. Zeg maar. Hè? Ja, en wit en zwart, dat zit dan... staat meer gelijk aan elkaar. Maar, dus ik vind dat ook wel een fijne benaming. Gewoon wit en zwart. Het is ook gewoon heel duidelijk. Het staat gelijk aan elkaar. Het is meer gelijkwaardiger. Maar je bent nu bijna een soort van crimineel als je nog blank zegt soms. Hè? Want dat denk ik. Ik zit ook een keer ook als ik dan zo praat en ik blauw is blauw. Oh nee.